felt the smile of the moon burning dead. Dum, 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 doo, well, well, well. Beste kijkers, bij Bernadette aan tafel, een man uit Hardingsveld-Giessendam. En vertel eerst maar eens wie je bent. En mijn naam is Patrick de Bruin. Ik ben woonachtig in Hardingsveld-Giessendam. Ik ben 19 jaar. Ik ben HBO-student, volg de studie HBO Management. Daarnaast ben ik werkzaam bij een belastingsadvieskantoor als medewerker binnendienst. Goed. Jij hebt mij gemaild. Dat vind ik heel erg leuk, want ik doe vaak een oproep van als je iets te vertellen hebt, kom het bij mij doen. En dat heb jij gedaan, want je hebt iets speciaals in Hardingsveld-Giessendam. En wat is dat? Klopt, ik ben samen met mijn maatje Marco Verloon ben ik actief met Verbetering Westpark. Dat is een project om een parkje op te knappen bij ons in de wijk. En daar zijn wij dus mee bezig. Goed, Westpark, Hardingsveld-Giessendam, waar is dat? Westpark is gelegen tussen de Schapendrift en de Brooshoofdstraat. Dat is in de nieuwe wijk Westwijk. Het parkje heeft verschillende problemen gehad. Zo kan men denken aan verwildering. Ook kan men denken bijvoorbeeld aan het hondenpoep. Wat we voornamelijk tegenkomen, ook was dat voetbalveldje niet geëgaliseerd. Maar ook het feit dat er heel veel verwildering was in het Westpark. Vandaar dat wij een Westpark verbeteringsplan hebben aangeboden bij het BMW College. Woon jij daar? Ja, wij hebben, Marco en ik samen, hebben daar vanaf jongs af aan gevoetbald. Met voetbalvrienden onder andere. En zijn zo eigenlijk op het initiatief gekomen. Wij vonden dat er wat moest gebeuren aan dat parkje. En hebben vervolgens het initiatief genomen. Nou weet ik dat gemeenten zelf op een gegeven moment parkjes op gaan knappen. Vanwege ouderdom of vanwege overlast. Maar dat gebeurt dus niet. Vandaar dat jullie dat initiatief namen. Of dacht je het duurt me te lang? Of wat is jullie idee erachter geweest? Nou, ik woon ongeveer vanaf 1995 in de Westwijk. En het heeft een ecologisch bestemmingsplan. Maar wij vonden op dat moment dat het de staat van het park eigenlijk zo ver achteruit ging dat er gewoon wat moest gebeuren. En dat ook op initiatief van de overige inwoners bij ons in de wijk. En vervolgens hebben wij daar ons initiatief op aangepast. Een ecologisch bestemmingsplan betekent als het verteerd is, dan is het de weg. Ecologisch wil in principe zeggen dat het verwildering toelaat eigenlijk. Oké. En daar zijn jullie achtergekomen door te gaan spitten in... Klopt, wij hebben ons huiswerk gedaan, ja. Ja. Goed, dan ga je je plan indienen bij de gemeente Hardingsveld. Hoe reageerden ze daar? In eerste instantie hebben wij dus een aantal brieven geschreven. Aan de gemeente, aan het BOW-college. Van dit is het probleem. Vervolgens zijn er 4 bomen geplaatst. Terwijl wij zelf als vriendengroep eigenlijk kooltjes aanprezen. En toen hebben wij vervolgens dus het plan ingediend. Hè, en daar werd eigenlijk vrij positief op gereageerd. We werden uitgenodigd bij het BMW-college. Hebben op een gegeven moment ook gesproken met het BMW-college. En dus eigenlijk door middel van het plan, de initiatieven in principe van de inwoners. Dus ook via Pols hebben wij dat plan opgesteld. Via de site www.verbeteringwestpark.tk hebben we dus dat plan afgesteld. En bij het BMW-college ingediend. Maar... nu? Is er al iets gebeurd? Of, Op dit moment hebben ze het veldje geëgaliseerd. Ze zijn medio juli zijn ze begonnen met het egaliseren van het veldje. Het was zo hobbelig, het was gewoon te gevaarlijk om te voetballen. En ook hebben we dus aangeboden, handreikingen gedaan om eventuele goaltjes op het veldje te plaatsen. Begin volgend jaar worden er ook bankjes geplaatst. Dat is allemaal toegezegd door de wethouder. En ook wordt er nog gekeken of dat er eventuele kinderspeelvoorzieningen geplaatst kunnen worden. Is dat naar het plan? Ik bedoel, of hebben ze nu geluisterd naar het plan? Gezegd, ja, leuk plan. Maar we gaan het anders doen. We gaan eerst even een beetje egaliseren. We zetten de 2 bankjes neer en we zijn klaar. Of nee, doen ze het wel een beetje op jullie... Het is wel zo dat de gemeente in principe hetgene gaat aanpassen. Want het is gevraagd. Hè. Het is gevraagd door de inwoners. Doet er wat mee. En daar gaan ze in principe een noten op maken. Ja, daar moet ik toch de wethouder in vertrouwen. Dat heeft hij ons toegezegd. Ja, ja. Hoe komen ze aan het geld? Of hoe komen jullie aan het geld? Of hoe is dat gegaan? Nou, wij zelf hebben daar geen geld in gestoken. Gelukkig niet. Nee. Wel is het zo dat de gemeente zelf de kosten natuurlijk het eigen portefeuille moet halen. Dat kunnen wij dan helaas niet bekostigen. Dat gaat niet. Wel hebben wij eerder een gift gehad. Ontvangen van een scheepswerf. En dat hebben wij geheel te behoeven aan Kika geschonken. Kinderkankerfonds.
Wij steunen die kindertjes in de strijd tegen kanker. Ja, hartstikke mooi. Maar dan snap ik het even niet, want dat geld heb je toch nodig voor dat mooie plaatsje op te knappen? Of hoe zit dat? Dat klopt inderdaad. Alleen dit is een inwonersinitiatief en wij vinden dat een inwonersinitiatief door de gemeente aangepakt moet worden. Oké. En je bent constant in strijd met ze of juist ben je in harmonie bezig om dat plaatsje... Nee, wij willen het in harmonie, willen wij het opknappen. Maar dat gaat ook gebeuren, denk ik? Ja, dat gaat ook gebeuren. Daar ga ik wel vanuit. Ja. Oké, maar nou vertel je van tevoren dat je een wedstrijd hebt georganiseerd, waardoor dus ook dat geld vrij kwam voor dat Kika-fonds. Ja, wij hebben in eerste instantie een Kika-verbeteringstoernooi georganiseerd om het initiatief eigenlijk een beetje aan te prijzen, duidelijk te maken aan de inwoners. Het initiatief van het plekje verbeteren. Ja, precies. Juist? Ook van de voetbalveldje, maar ook van het park zelf. We hebben alles in zijn totaliteit gepakt, omdat we vonden dat alles gewoon aangepakt moest worden. Ja. Daar hebben we dus een mooi bedrag voor opgehaald, €135 om precies te zijn. Vervolgens kwam de Scheepswerf in aanraking met ons. Die vonden dat het zo'n goed initiatief was, een inwonersinitiatief. Die op een gegeven moment zeiden van nou, wij hebben nog een personeelspotje over. En die willen we graag aan een goed doel schenken, aan Kika. Je mag niet zomaar een goed doel nemen. Hoe is dat gegaan? Nou, Marco en ik samen hebben daar gewoon goed over gesproken. Van nou ja, wat vind jij? En wij vonden op een gegeven moment samen dat wij die kinderen ook graag willen helpen. Ook de kinderen die een ziekte hebben. En de Kika vonden wij zelf de ideale oplossing om zo hun te steunen, warm hart toe te dragen. En ben je dat geld zelf gaan overhandigen of hoe gaat dat? Wordt dat overgemaakt rechtstreeks of hoe werkt zoiets? Nou, zoiets gaat puur direct. Dat hebben wij gewoon zo afgehandeld. Hè. Wij zeggen dan op een gegeven moment van nou ja goed, jullie steunen ons initiatief. Goed, prima, maar wij willen niet als tussenpersoon fungeren. Dat is heel onze inzet niet. Nee. Wij willen gewoon op een gegeven moment zeggen van nou ja goed, wij vinden het fijn dat jullie ons steunen. Prima, hartstikke goed. Maar direct naar Kika. Oké, okay. Nou wou je graag bij mij op tv. Nou wou je je verhaal vertellen. Maar wat wil je nou eigenlijk het liefste vertellen over dat speeltuintje? Wat is er zo van belang? Het parkje bedoel je? Het parkje, sorry. Nou ja, wat van belang is dat wij vinden dat het parkje functioneel moet zijn. Het parkje in het Westwijk, het is een vrij nieuwe wijk. Wij willen gewoon dat het functioneel is voor de inwoners. Dat men op een vrije zondag of op een vrije zaterdag gewoon gezellig met een kind. Met de kinderen of eventueel met het hondje door middel van honden uit laten strook. Gewoon lekker het park in kunnen gaan en gewoon kunnen genieten. En dat is eigenlijk een opzet van het park. En dat willen wij ook aangeven bij de inwoners, van dat toch wel van belang is. Want komen inwoners nu bij jullie van, hey, hoe zit dat? Of hoe ver zijn jullie? Hoe gaat dat? Ze vragen inderdaad wel van, nou ja goed, hoe gaat het ermee? En lukt het allemaal een beetje? En wij houden hun zeker op de hoogte via onze website. Oh ja. En zo gaat dat gewoon natuurlijk, informeren ze in het dagelijks leven. En ondertussen heeft u ook kunnen kijken naar een pastel op papier van Leen den Oude. Hij heeft geschilderd de smelkens. Dat schijnt een heel pittige roofvogel te zijn. Die heel goed getekend is, mag ik wel zeggen, tot in detail. En dat is heel mooi geworden. Het zit er alweer op. Je hebt denk ik alles wel kunnen vertellen. Ik hoop dat jij heel veel gaat bereiken in Hardingsveld Giessendam. En dat kom er maar eens terug. Ja. Met als je een leuk initiatief hebt of inderdaad... Als het gelukt is daar, dat is bij deze mooie geregeld. Park. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel voor dankjewel. Je tijd. En tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Bedankt voor het kijken. Bij de volgende keer bij Bernadette. Tot ziens.